er klaar voor? Oh. Het is zo raar met jou samen. Dat heb ik helemaal van me apropos. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag hebben wij, zoals je ziet, een sushi mukbang voor jullie. Wat ga je als eerste eten? Sushi. Nee, maar wat als eerst van alles wat er staat? Oké, ik heb hier dus al mijn soja in. Of dat heeft Nick voor mij gedaan. En ik ga met de boontjes beginnen. Super lekker. Kijk nou. Normaal pupt hij er toch altijd gewoon uit. Hij pupt er niet uit. Oh, hij pupt eruit. Nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Oké, dit eet niet lekker. Ik ga over naar de, hoe heet het? Avocado. Ik kan denk ik wel iedere dag sushi eten, dan. Nee, alweer een beetje saai. Heb je deze al gegeten? Ja. Hoe dan? Gewoon, eten. Maar krijg jij hem er meteen uit? Ja. Kijk maar terug op camera. Oh, ik ben vergeten mijn dingen. Nee, deze alleen gember. Ja, dit doen we namelijk nog niet. Hè? Ja, dit wel, maar die video niet. Nee, inderdaad. Die video is best wel een beetje nieuw, hè? Zit je echt naast me. En normaal doe ik dit alleen. En ik wil deze trouwens. Deze ook echt lekker. Wat zit er eigenlijk in? Crunchy. Crispy mayo. Ja. Zo. Ik wil het niet fijn. Ik ga nog minder nemen. Nee, ik wil het een klein tikje. Ik vind het niet, omdat het al best wel machtig is. Dus ik wil het mijn klein tikje. Oh my god. Dus we hebben elkaar wat vragen te stellen, hè? Ik heb wat vragen bedacht en jij hebt wat vragen bedacht. Ja. Ja. Oh, kut, hij is erin gevallen. Ik mag eerst. Oké. Je mag ook kiezen, hè? Met volle mond zitten wel, hè? Doe ik toch wat? Jezus, asociaal. Ja, wat maakt dat nou uit? Ja, je moet juist kiezen van die vragen. Wat zijn momenten waarop je liegt? Voor de camera? Nee. Gewoon in real life. Geen idee. Iedereen liegt wel eens. Ja, ik weet het niet. Misschien bijvoorbeeld als je in een situatie zit waar je niet in wil zitten of zo, dat je dan jezelf eruit lult. Om even goed te praten, ja. Nu ben jij. Weet je het? Hier ben ik wel benieuwd naar. Die heb ik eigenlijk nog nooit gevraagd, maar dit was een vraag van jou. Wie zijn jouw favoriete geschiedenispersonages? Ik ken geen geschiedenis. Daarom. Je wilde het liefst aan mij stellen. Oké, gewoon een personage dan. Hoeft geen geschiedenis, maar ook gewoon leven. Dus zeg maar, die heel erg beroemd zijn? Nou, gewoon een personage, dat kan. Dat mag ook naad zijn. Oh, gewoon, maakt niet uit. Gewoon ook iemand die onbekend is. Ja, voor jou wel bekend of... Ja, nee, dat snap ik. Anders adoreer ik die persoon toch niet. Hij kan ook. Als wat? Adoreer? Is dat niet goed? Ja. Wat was de vraag ook weer? Ik ben het al kwijt. Favoriete personages? Oké, hoeveel personages? Ik doe dus twee. Oprah, ik vind haar echt een meesbals. Vind ik ook. En Miley Cyrus. Oh jee, die vind ik lastig hoor. Wanneer denk ik toch Stephen King dan? Hij heeft van die horrorboeken en zo, weet je? Ja, van die films. En die films, ja. Hij heeft van It en The Shining. Ja, ik ben een beetje een horrorfreak. Nu ben ik, hè? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar, want als ik jou zo zie, dan denk ik niet dat je dat doet. Maar het is wel echt een vraag waarvan ik denk, misschien zou hij het wel doen, maar niet zo zou hij het dan doen. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik ga niet zingen onder de douche. Ja, dat was hem. Nee. Maar je zingt wel eens onder de douche. Ja. Dan doe je het heel zachtjes, want ik hoor je niet. Stel, je zingt... Nee, wel als ik het nu doe. Nee, maar wel niks te schamen meer. Nee hoor. Maar stel, je bent onder de douche en je bent aan het zingen en ik kom ineens binnen. Schaam jij je dan? Nee, dat niet. Ik heb namelijk laatst een lesje op de trap, die was aan het zingen, maar hij was echt helemaal zo aan het doen. En ik kwam binnen en hij kreeg helemaal een rode kop. Dat was echt zo. Hij schaamde zich. Ik vroeg hem, schaam je je? Zegde ja. Nu ben ik, hè? Nee, ik ben. Je stelt maar twee vragen van die lijst. Want eigenlijk waren er twee vragen, hè? Schaam je je en... Ja, maar ik vond het wel leuk om op door te vragen. Ja, eigenlijk. Precies. Wie had je graag willen zijn? Oh, wauw. Wie had ik graag willen zijn als... Moet ik echt iemand... Je mag niet jezelf kiezen. Dat is gewoon jouw antwoord, weet je wel. Ja, dan gewoon mezelf. Ik dat niet. Wie zou jij willen zijn dan? Ik kan hier bij de komkommer. Wie zou ik willen zijn? Ja. Ik zou niet zozeer iemand anders willen zijn. Maar? Uitgevonden of ontdekt of zo wat iemand anders heeft gedaan. Terug kon reizen met een tijdreizer. Heet dat zo? Hoe heet dat? Ik kon tijdreizen geworden. Ja. Ja. Ze hebben toch ook in sommige films zo'n machine dat je terug kan reizen in de tijd. Tijdmachine. Tijdmachine dus.
Nou, als ik terug kon gaan, dan zou ik denk Google uitvinden. Dat is wel echt de shit. Ik vind Google echt de shit. Nee, ik Apple. Als ik Google had uitgevonden, wie ben ik dan? Ja, ik weet niet eigenlijk wie dat is. Oké, nu ben ik hè. Als je één keer, dus als je één keer in je leven een vrijpas hebt om vreemd te gaan. Het mag alleen een beroemdheid zijn, hè? Dus niet de buurvrouw zeggen of zo. Met wie zou je dan vreemd gaan? Dat zou wel raar zijn namelijk. Dan kijk ik de buurvrouw voor het leven raar aan. Wil je die even aangeven? Green, 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 god knows. Met wie? Ja. Maar alleen een beroemdheid. Ja, want ik wil niet dat ik haar tegenkom of zo, weet je. Dat is echt awkward dan. Ik denk nog steeds Jennifer Lopez. Ik vind haar ook echt fucking mooi. Nu ben jij. En waar zou je het liefst op vakantie naartoe willen gaan? En waarom? Oh, dat is ook alweer zo'n lastige. Zoveel nadenkwerk. Ik denk toch naar LA. Waarom? Omdat ik daar nog niet ben geweest. Mm-hmm. Oh, we hebben al één bord leeg. Dat is goed van ons, hè. Het zit er wel een beetje vol, maar ik wil gewoon Hollywood zien, weet je. Ik wil die berg opklimmen waar dat bord staat van Hollywood. Lijkt me zo gaaf en daar een selfie maken. Mag ik daarop? Weet ik niet. Maar we kunnen gewoon stiekem gaan. Ja. Ja. Zeker weten. Ja, dat kan wel, hè. Mm-hmm. Gewoon over het hek klimmen. Ja. Zo simpel is het. En dan kan je daar, maar kan je daar niet op klimmen dan? Weet ik niet. Ik ben er nooit geweest. Oké, okay, wat zijn gekke karaktereigenschappen van je? Oh, geen idee eigenlijk. Dat ik gewoon alles zeg, wat in me opkomt. Dat is waar, ja. Dat doe je. Dat? Heb je wel zo'n moment gehad dat je ergens bent, dat je het gevoel hebt dat jij de enige bent van al die mensen die het niet snapt? Ik heb het echt altijd. Bijna altijd. Wat is je ergste ergernis en hoe komt dat? Als ik ergens ben en iedereen praat door elkaar heen. Dat vind ik heel irritant. Hoe vind je dat? Heel irritant. Oké. Okay. Vooral als je probeert te concentreren. Niet zozeer als je gewoon aan het wandelen bent of zo. Vervelend om de concentratie daar te houden. Moeilijk. Moeilijke vraag. Waarom? Dat is al pittig, hè? Ja? Ja, echt. Nee, echt. Het is zo pittig, jongen. John Pitcher. Ik weet niet wat voor accent dat was. Ik wilde laatst een boerenaccent doen, maar dat was echt heel fout. Even denken. Oh ja, dat vind ik een hele leuke. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik weet niet of ik dat al weet. Deel een gênant moment uit je leven. Maar het moet wel gênant zijn. Ik heb een keer mijn broek geboekt ofzo. Dat is niet echt. Oh, dat is niet gênant. Nee. God, dat is toch een gadverdamme. Dat is niet gênant hoor. Dan doe je dat iedere week. Ja, lekker. Lekker worden. Lekker platzig. Hoe spannend! Ik weet hem ook niet, denk ik. Weet ik hem? Nee, ik moet hem wel weten. We zijn 11 jaar bij elkaar, dus ik moet dat wel weten. Ik kan niks bedenken. Nee? Ik ben bijvoorbeeld een keer op een concert keihard op mijn bek gegaan, hè. Echt, ik had hakken aan en die kon helemaal niet op hakken lopen. En ik ben keihard op mijn bek gegaan. En mijn hak was afgebroken, dus ik had die avond één hak en één hak niet. Eén hak en één hak niet? Ja. Dus ik liep zo. Zo, zeg maar. Weet je, als je... Gangster. Ja, gangster. Steeds niet, waar denk je aan dan? Ik zie voor hoe je op je bek gaat. Ja, ik ging echt vies op mijn bek, jongen. Op mijn bek op een middelbare school. Dat je zo'n, waar je op kan zitten, zo'n stenen ding. En daar zat iedereen altijd. En ik wilde de trap aflopen en ik ging vol op mijn bek. En al die mensen zaten daar. Ik schaamde me toen echt kapot. Want dan ben je ook nog jong, weet je. Dat is helemaal erg, hè. Ik ging echt, ik zakte door de grond. Want ik heb altijd gênante momenten. Ja, ik weet het echt niet. Ik kan echt niks bedenken. Nee? Nou, misschien nog een voorbeeld dat ik ook heb gehad. Ik heb ook heel vaak dat als ik met mensen praat, dat ik niet weet waar ze het over hebben. Dat is ook best wel gênant. Dat heb ik ook. Gênantste moment in het zwembad. Dat je het zwembad door springen. Dat je broekje naar beneden kwam. Dat iedereen je piemel kon zien. Nee? Ik had dan wel een BH-topje gehad. Toen vloog ik naar achter. Zeg iedereen mijn boobies. Maar gelukkig waren het nog mini-boobies, want ik was klein dus. Ik ben het ook niet van jou. Nee, daarom zeg ik. Weet je wel iets van mij dan? Wat je gênant vond? Zeker hele rij op te noemen. Wat is de huidige staat van je gedachten? Wat staat er? Ja, dat zie ik. Dus waar denk je nu op dit moment aan?
lekker aan het eten. Dus een rare video aan het opnemen. Noem drie dingen op die wij gemeen hebben met elkaar. Oeh, geen één. Nee, wacht, nee, ik weet al wat. Bedreven in wat we doen. We zijn alle twee heel erg snel enthousiast over dingen. And she scores again. Wacht even, en drie. We zijn alle twee koppig. Nee? Oh. Alleen jij. Nee, oh. Nee, maar weer. Wat zijn de drie dingen die we niet gemeen hebben met elkaar? Voetbal. Oké, voetbal, maar dat is echt een raar. Nee. Je vraagt aan mij. Basketbal. Tennis. Dat waren ze. We moeten niet in slaap komen, hè? Nou, humor, want het is totaal geen leuk grap. Maar je lacht wel. Chick flicks. Nee, maar jij kijkt ook met me mee, hoor. Dus dat hebben we ook gemerkt. Kijk, Pretty Little Liars. En ik heb wel eens een droom gehad dat ik dus ging rennen. Weg ging rennen. En dat ik niet kon, zo hard weg kon rennen. Jezus, dat is slecht verteld. Ja, is het slecht? Snap je? Ja, maar ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Je droomt zeg maar dat je dus weg wilt rennen voor iets. En dan ben je bang voor iets. Maar je komt niet vooruit. En diegene haalt je in, zeg maar. Of iets, of whatever. En dat soort dromen heb ik ook wel eens gehad. Jawel. Nou, je weet het niet, want je hebt het nog nooit gedaan. Maar in mijn droom was het nee, zo. Nee, maar je droom is niet echt. Ja, maar het leek echt. Het leek echt, maar het was niet echt. Ja, maar ik vind dus je weet niet hoe het voelt. Jawel, het voelde hetzelfde. Ik had een kriebel in mijn buik. Nee. En mijn kaak stond helemaal strak. Nee, maar dat gebeurt helemaal niet. Ja, ik vind dat eng. Ik weet, jij vindt dat niet eng. Ik snap ook niet waarom jij dat niet eng vindt. Hoe kan je dat nou niet eng vinden? Als ik eraan denk, krijg ik het al benauwd. Kijk, ik heb er helemaal klamme handjes in. Een glijbaan? Een glijbaan. Lekker glijden, wijfie. Een glijbaan. Fabulistisch. Ja? Ja, sowieso. Hoe doe jij je borst nou even naar voren? Ik ging gewoon anders zitten. Kun je niet doen. Wacht even. Nu ben ik kietelig. Oké, dit was alweer het einde van mijn video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. En het belletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. We doen dan ook een... Dat nee, is liever. Dat hoezo nee. Niet? Waarom doet niemand dat? Nee. Ik ben toch zo koppig als het maar kan.